Goedemorgen allemaal. Een vlog vanuit Luxemburg dit keer. Dit is echt heel erg leuk, want het is de eerste persreis die wij mogen maken voor Mama Blogger in het buitenland. Wij zijn hier gisteravond om 8 uur aangekomen. Ik zie er nog steeds heel verlept uit, zie ik. Heel erg, maar dat werken we straks hard bij. Ja, het is echt, tenminste, dat hoop ik dat we erbij kunnen. In dit geval zijn we over 8 hier aangekomen en we zijn heel hartelijk ontvangen. De eerste indruk van de camping is heel goed. We zitten op camping Beerkolt in Luxemburg, in La Rochette. Toen we hier aankwamen, echt een heel mooi kasteel, ergens op zo'n heuvel en nou, echt op een steenworp afstand van de camping. Super leuk, super mooi. En wij zitten in een mobile home, dus we zitten niet in een tent. En daar is Milo. Even lekker. Ik heb een beetje op het leedje. Oh. Nou, anyway. Ik ga je even laten zien hoe het er hier uitziet. Want ja, de beste indruk krijg je natuurlijk als ik het laat zien. Dan ga ik even het scherm ook weer kantelen. Dus dan hoop ik dat ik nu niet hele gekke dingen doe. Ja. Nou. Zoals je ziet staat de televisie aan. We hebben gewoon Nederlandse televisie. Dus we kijken nu even Hart van Nederland terug. Dit is ons keukentje. Het is echt heel mooi. We hebben een koelkast, een vriezer, een magnetron, een waterkoker en een Dolce Gusto-achtig koffiezetapparaat. Nou, we hadden gisteravond nog wat lekkers meegenomen. Als je naar buiten kijkt, is dit een beetje zo ons uitzicht. En we hebben gewoon een plek ook buiten, een soort veranda, tuinmeubelen, alles hebben we. Nou, dan hebben we gewoon een afzuigkap, gasfornuis, heel veel opbergruimte. Ja. Oh, kijk, Milan doet het licht al aan. Dit is slaapkamer 1. Hier staan 2 bedden. Dus ja, dit is gewoon echt perfect. We hebben onze koffer hier even gestald. Gewoon verwarming. Ik moet het beeld even scherp houden, zie ik. Nou, dit is dan de eethoek, maar Milan is met de bank bezig geweest om daar een huisje van te bouwen. Ja. We hebben gewoon tijdschriften mee, tablets mee. Wifi is trouwens echt heel goed hier, want we hebben ook gewoon wifi en een wifi-code. Die is een dag geldig en als die dan is verlopen, dan krijg je gewoon een nieuwe code. Dus dat is perfect. Dit is onze slaapkamer, die zit hier. En als je denkt, wat hoor ik, dat Patrick die zat douchen. Dus dat is een beetje raar als ik dat laat zien. Dit is onze slaapkamer. Hier hebben wij vannacht geslapen. Even het raampje opengezet. Dus nou, dit is ook mooi. Oh ja, en dan hebben we hier ook dan nog wel weer voldoende kastruimte. Ja, dit is top natuurlijk. Even kijken. Hier hangen mijn kleren. En ik baal dan dat ik gewoon weer niet extra nog meer kleren mee heb genomen. Dat hebben vrouwen, hè. Dan zie je eigenlijk meteen al slaapkamer 2. Ook hier staan 2 eenpersoonsbedden. Dus wat je eigenlijk hebt is dat je hier gewoon met 6 man kan slapen. Sowieso. Dus een gezin met 2-3 kinderen of nog zelfs 4 kinderen. Ja, die kunnen hier gewoon gemakkelijk slapen. Het is prima te doen. En in iedere kast ook gewoon, of in iedere slaapkamer, sorry, ook kastruimte. En een plank nog voor wat spulletjes, boekje, dat soort dingetjes. Ik zal hier trouwens ook even het gordijn weer open doen. En dan hebben we ook gewoon een eigen toilet. Een eigen sanitair. Vind ik altijd wel fijn. Hier hebben we gewoon een eigen toilet. Ja, maar het is wel klein. Ja, het is wel, ja, klein, maar prima en meer dan genoeg. Hier hebben we dan vervolgens ook nog wat kastruimte. En dan hebben we overal nog wat kapstokjes hangen. Nee, man, hier komt die warmte van. Ja, er zit ook een boiler. Dus, Milan weer met de spulletjes. Dus, nou ja, het is nu even weer scherp, maar ik weet niet of ik het heel scherp wil. Echt, oh, wat erg. Nou, wij gaan, Patrick is nu aan het douchen. En wij gaan daarna even wassen, aankleden, noem maar op. Dan gaan we richting de receptie en het winkeltje om broodjes te halen en ontbijt te halen. En dan ook even ons nog echt melden en de borg betalen. Want dat hebben we gisteravond niet meer gedaan omdat de receptie al gesloten was. Dus ja, wij hebben het ontzettend naar ons zin.
ja, nu al. En Milan ook. En ja, het is, de eerste indruk is in ieder geval heel erg goed. Wij nemen jullie gewoon mee dit weekend en maken ook heel veel foto's. Dus als je geen zin hebt om de vlog te kijken, kun je de foto's bekijken. En andersom. In ieder geval is het heel erg leuk. En nou, blijf vooral kijken. Tot zo. We gaan nu lopen richting de receptie. Even voor de borg nog. Wat ik net al zei. En voor het ontbijt. We hebben trek. Het is 8 uur bijna. Dus we zijn aan de wandel. We zien wel wat aardige Nederlanders hier. Dus dat is wel leuk. Nederlandse kinderen ook wel gezien gisteren. Dus ik zou even dat ik en Milan lopen al voor ons. Zo. Dan weer even de hoogte in. En kijk, hier is het al wel drukker met auto's. En veulentje. En hier staan ook veel tenten en dergelijke. Dus we gaan even eten. Tot zo. Nou, we zitten nu in de auto. We rijden nog niet, zoals je ziet. We gaan nu naar Vianda. Dat is een plek hier ongeveer 22 kilometer vandaan. En daar gaan we een kasteel bezoeken. En ik dacht dat ik daar ooit wel eens geweest ben al. Een heel aantal jaren geleden. Ik denk een jaar of 9 geleden. Dus het is wel grappig om te kijken of dat ook echt zo is. En verder kijken we gewoon een beetje wat het ons allemaal brengt de dag. Welke leuke plekjes we tegenkomen. Of dat we zeggen, oh, hier stappen we even uit. Hier gaan we even kijken. Dus en hier ongeveer 100 meter bij de camping vandaan zit ook een kasteel. En dat kasteel is heel oud. Echt heel oud. Het is ook al een beetje vervallen kasteel, maar heel gaaf. Daar zijn we net even heen gelopen. We hebben hele mooie foto's gemaakt. En het schijnt 's avonds verlicht te zijn. Dus daar gaan we vanavond naar kijken. Maar dan wisten we in ieder geval een beetje welke route we moesten lopen. Dat is echt heel gaaf. Dus we laten jullie gewoon lekker meekijken natuurlijk. Nou, we zijn in Vianda. Ik denk dat je hem achter mij daar wel kan zien. Onwijs gaaf kasteel. Nou ja, dit is dus inderdaad het kasteel waar ik denk, wanneer is het ook geweest? 8-9 jaar geleden? Zoiets? Ja, ook geweest zijn. Dus super gaaf. We horen iets van een watervalachtig iets. Dus dat gaan we ook nog even bekijken. Dus, maar we zijn er. Dus ik vind het leuk om hier weer te zijn. Nou, we zijn nu weer heel ergens anders. We zijn nu net uit het kasteel. Dat is echt super gaaf. We hebben nog even wat gegeten. En eigenlijk ook op afstand wel van de camping. Zitten we nu in Die Kirche. Ik weet niet of ik het goed zeg. En die, hier zit een militair museum. Dus ik kan al wel iets laten zien zo. Kijk, daarachter. En hier achter mij. En Milan die is vooral over de snoepjes. En hier kost €5 per persoon intree voor volwassenen. En Milan is 5 en die is gratis. Dus we gaan hier ook weer een kijkje nemen. Het is wel grappig wat allemaal zo dicht in de buurt is. Nou, toen we hier naar binnen gingen dachten we, ja, is dat dan wel de moeite waard? €5 per persoon. Want het leek heel klein het museum, maar het is echt wel waanzinnig leuk. Wat ze hebben gedaan is echt wel kleine scènes ook nagemaakt over hoe dat dan vroeger hier in Luxemburg ging. Want het was voor de Duitsers blijkbaar een heel strategisch punt om te veroveren. Want dan konden ze vanuit Luxemburg weer naar België, naar de, waar nog meer, Frankrijk, Nederland dan weer. En ik kan wel een klein stukje laten zien. Kijk, dan lopen we er even heen. Dit soort dingen. En we hebben net beneden ook wel hele gave dingen gezien. Bootsen ze dan na. En Milan die vindt het wel heel interessant, hè? Ja. Ja. Dus dit is onze nieuwe vriend. Mm-hmm. Die man. En zoals je ziet hebben ze ook wel heel veel verzameld ook gewoon echt. Dat is echt heel leuk. We zagen net ook bijvoorbeeld nog sigaretten uit die tijd. Die dan gewoon nog in een pakje zitten. Dus de moeite waard. Het Militair Museum. Vlak bij de camping. Nou, we hebben dus ook het Militair Museum gehad. Flinke bui nog gehad. We zijn nu weer terug op de camping. En zoals je kunt zien, het is nog niet druk. Maar dat is wel even lekker. Dan gaan we gewoon even lekker zwemmen. Even kijken of ik Patrick en Milan al zie, maar nog niet. Die zijn in de mannenkleedkamer. En we gaan gewoon even lekker een uurtje zwemmen hier. En even douchen in het huisje. En dan daarna is het weer tijd om te eten. Wij vermaken ons hier prima, zoals je ziet.
We hebben gedoucht. We hebben net gegeten. We hebben echt wel heel erg lekker gegeten. En we zijn nu even nog een klein rondje over de camping aan het lopen. Hier achter mij zie je een speeltuin. Hele grote. Met speelweiden en van alles. En wij gaan zo meteen naar een animatie, kinderanimatieshow. Maar het is echt wel goed toe hier. We hebben vanmiddag wel een buitje gehad. Maar goed, hadden wij verder geen last van. Zaten we lekker in het huisje. En lekker. We hebben lekker gegeten hier in het restaurantje, gewoon op de camping. Ik had een pizza. Milan had een kindermenu. En Patrick die had een schnitzel. Ik had een patatje, maar mama hoefde de ijsje niet meer. Nee, mama hoefde de ijsje niet meer. Dus Milan heeft geluk. Er zat een ijsje bij zijn kindermenu. Maar die, die is verdwenen. Milan heeft lekker soft ijsje. Dus nee, maar het is echt leuk. We vinden het jammer dat we morgen weer weg moeten. Goedemorgen. Het is nu zondag. En we gaan zo weer naar huis. We hadden gisteren gezegd dat we rond 9:30 hier weggaan. We zitten nu even te ontbijten. We hebben net broodjes gehaald. Dus ik zal het even laten zien. Pistoletjes, croissantje, keizerbroodje. Allemaal heel gezond, allemaal natuurlijk. Echt healthy breakfast. Het was leuk. We hebben het echt naar ons zin gehad. Wat we zo meteen nog gaan doen is, als we gaan uitchecken, willen we eigenlijk nog even langs Maastricht. Dan komen we toch langs en dat we daar dan uitstappen, nog even lunchen. En dan wat het er ook nog rond lunchtijd zijn. En dat we dan zo van lieverlee weer naar huis vertrekken. We hebben vanmorgen nog eventjes alle kamers even aangeveegd, schoongemaakt, badkamer weer even schoon. Dit doen we zo meteen als laatste en dan trekken we de deur achter ons dicht. Zometeen praat ik jullie nog wel even bij over gisteravond en gezelligheid. En dan zit het er echt op. Begint morgen het gewone leven weer. Zo, Milan wil natuurlijk ook nog wat vertellen, want het is natuurlijk... Ik schrijf dit natuurlijk voor mama blogger, dus het is ook belangrijk wat de kinderen ervan vinden. Ja. Ja, nou vertel. Wat wilde jij vertellen? Nou, het was heel leuk. Ja? En straks gaan we weer iets anders doen in Nederland en dan zien we het wel weer. En wat vond je het leukste? Zwemmen. Zwemmen, hè? Wat vond je van het zwembad hier op de camping? Leuk. Ja, wat was er zo leuk? Nou, de glijbaan. Ja? En als het nu straks in de zomervakantie mooi weer geweest zou zijn, dan was die speeltuin ook wel heel erg leuk, hè? Ja. Want die vond je ook wel heel erg stoer, hè? Ja. Ja. Dus jij zou je hier wel vermaken in de zomervakantie? Ja. Ja, hè? Want wil je naar huis? Nee. Nee, hè? Nee, hè? Want het was hier wel erg leuk, hè? Ja. Dus zou jij de camping aan kunnen raden voor iedereen? Ja. Ja? Nou, en wat zeggen we dan? Daag! Toppie!